Gebouw van 1930. Open dak, toen al. Ja. Want dat was de verkeerstoren. Ondertussen is dat dan uitgegroeid tot een regionale luchthaven. Want dat is dan het tweede dat ik u wil zeggen. Vergeet hier eigenlijk dat toerisme. Toerisme, zaventem. Als je hier even nog ieder ziet, dan hebben de bestemmingen vandaan. Ja. En dat zijn hier aangekomen, misschien met een auto of wat, ik weet het niet. Ja, we zitten voor de deur, hè, mensen. Je wandelt dan 50 meter en dan zeg je aan het check-in. De mensen die zaten, mensen die naar Londen City gaan, dat zijn abonnees. Met de portier. Allee, lopen wij. Maar je ziet daar dus dat hier al data staat. ASL is een firma waar altijd vliegtuigen klaarstaan en piloten klaarstaan. Dat is wel een vliegtuig, dat vliegt wel tot de 5 kilometer hoogte. En dat heeft dus in de lucht ook al zijn apparatuur nodig. Ja, zo is dat. Hier mogen we filmen? Ja. Dus, dat is de brandweer. Half uur moeten die eraf komen.
twee personen, zijn mensen, want dat zal het nu zijn, zijn mensen die hebben besteld. Je kunt betalen, meevliegen, als twee personen zijn. Wat dat die nu doen, en je krijgt die opwaartse kracht. Je krijgt een opdruk onder de vleugel, het vliegtuig hangt eraan, dat God hebben. Maar je ziet, hij zit zich zo om eigenlijk echt de beste kracht te hebben. Voilà. En waarom vroeger twee of drie dekkertjes? Omdat ze niet zo goed vleugels konden bouwen als nu. Nu heb je met één vleugel dezelfde draagkracht. Maar we zijn even Tweede Wereldoorlog. Toen hadden ze dus al een vliegtuig. Ze, de Duitsers, hadden een vliegtuig dat kon vliegen zonder piloot. Weet nog waar gaan vliegen? Dat is een tutje naar buiten. Nee, niet, maar eerst dat een ding. Eerst dat een... Hij is al aan het schieten. Nee, nog geen schietzoom. Dat is maar daarna gekomen in de Stafwagen. Diezingen, dat is iemand van de oudste naam van Mortsel. Diezingen, dat gaat terug tot het jaar 750. Dus dat is echt vrij lang geleden. En ja, ik woon toen in Stokmansluis, dat is een vogelvlucht op zeker 500 meter van hier. En ik weet nog zo dat het brandend stroo over ons huis vloog. Dus dat was... Ik heb nog foto's van een brandweer die hier bezig is. Ik ben toen direct op mijn fiets gesprongen, want dat was wel de hoeven in brand.
De filmer wordt gefilmd. Een beetje zout op dat stertje doen, dat kon je dat pakken. Dat kon je niet. Hoe dan ook, maar ik zie nu al in korte tijd hoe dat het evolueert. Het is natuurlijk droog uit. Dat is, dat is Brunel, daar staat een hazelaar. En dat, denk ik, is een Spaanse aak, maar ben je 100% zeker? Een Spaanse aak, een soort esdoorn. Een bospoeper. Een poeper. Ja, dat is het poepersbos, hè. Poeperkesbos. Zeg het nog eens, de? Krulhaarkelkzwam. De krulhaarkelkzwam. Krulhaarkelkzwam. Heb je het gehoord? De krulhaarkelkzwam. Biet springkaan. Zeggen die allemaal namen? De krulhaarkelkzwam. Als je nu dus in mei, begin mei komt, dan staat dat hier wit van de meidoorn. Wit springkaan krijgen. Amai, Mark, en dat, dat is gefilmd, hè? Dit is Sint-Janskuit. Oké. Okay. Oh, mooi, hè? Ja, en hoe kunnen we dat herkennen? Ja, dat jij een hertshooi hebt, dat herken je aan de doorzichtige stipjes als je tegen het licht gaat. En zien dat die blaren allemaal doorzichtige stipjes hebben. Ik heb geen bril op. Ja, dat zijn allemaal van die doorzichtige puntjes. Je moet eens zien wat een boom dat is. Dit is die, ja, die takken, hè? Die takken die allemaal zo plat uitgewaaierd zijn. Ja, dat is schoon. Zo'n spookboom zo. Ja, ik vind dat ook. Duizendblad, voor de mensen die culinaire aspiraties hebben, dat kunnen in de keuken gebruiken. Hè? Een beetje voorzichtig zijn. En dan ligt hier een beetje los. Hoi. Ja, dat is los hooi. Dat is in de plaats. Hè. Ik kan niet staan om je tegen te houden. Oei, 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 oei. Kom in mijn darmen. Oei, 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 oei. Levensgevaarlijk. Ja, en ik dacht... Kom in mijn armen en voor jou kom in mijn darmen. En nog een vogeltje kijken. Ja, dat is het. 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 Ja, dat